Dames en heren, goedenavond, welkom. Dit is Café Weltschmerz en ik ben heel blij met mijn gast vandaag, Jacobine Geel. Jacobine, welkom. Fijn dat je hier wil zijn. Er zijn een hoop dingen die ik graag zou willen bespreken. En eigenlijk de eerste vraag is theologie. Hoe ben je erbij gekomen om dat te gaan studeren? Oeh, dan gaan we heel ver terug in de tijd. Ja. Ik denk zelf dat het heeft met twee dingen te maken. Mijn vader was predikant. Dus het was bij mij thuis, in mijn omgeving, ging het altijd wel over geloof, godsdienst en af en toe over de kerk. Mm-hmm. Mijn ouders hebben ervoor gekozen om een lange periode in het buitenland te werken, in Indonesië om precies te zijn. En ik heb daar eigenlijk mijn hele lagere schooltijd gewoond. En dat heeft wel invloed gehad in zoverre dat ik daardoor toch wel een soort fascinatie begon te voelen voor godsdienst. Dat was eigenlijk overal om ons heen. Ons huis stond te midden van 4 moskeeën, dat alleen al. Dus de tijd werd 5 keer per dag stilgezet door de gebedsoproep. Het ging er natuurlijk over omdat mijn vader daarin werkte en ook op allerlei manieren met verhalen thuis kwam. En dat heeft me altijd het gevoel gegeven dat godsdienst ergens interessant is als een rem en als een motor van samenleven. En ik denk dat lijntje, zeg maar, uiteindelijk voor mij de kern van mijn motivatie was toen ik theologie ging studeren. Omdat ik daar dichtbij wilde komen. Dus eigenlijk een hele structurele benadering van God. Ben je gelovig? Ja, zeker ook. En natuurlijk ben je ook, kun je zeggen, je kan ook filosofie gaan studeren om met dat soort vragen bezig te zijn. Ja. Maar ik vond met name dat godsdienstig en dan het christelijke, maar ook het islamitische en de hindoe-godsdienst. En er zijn allerlei natuurlijk varianten die in verschillende samenlevingen de boventoon voeren. Maar dat mengsel van aan de ene kant menselijke worsteling of menselijke rituele invulling. En aan de andere kant het samenleven van de tijd waarin je nou eenmaal leeft. En hoe die twee op elkaar inwerken. Ja, dat zaadje is ergens geplant toen ik klein was. En dat heeft me eigenlijk nooit meer losgelaten als fascinatie. En geloof is iets wat ook in jouw dagelijks leven nog steeds een rol speelt. Ik las dat je ook nog af en toe preek heel af en toe, maar dat is echt 2 keer, 3 keer per jaar geworden. En dat is echt sinds ik in de GGZ nu werk, of voor het bestuur van GGZ Nederland werk. Ja, dat werd zo'n tijdsbeslag dat ik dacht, ja, dan ben ik echt nooit meer thuis als ik dan ook nog in het weekend preken moet gaan schrijven. Maar het schrijven van een preek en daarmee het nadenken over hoe ik mezelf tot die traditie verhoud, waarin ik natuurlijk toch op de een of andere manier geboren en gegroeid ben. Ja, dat is wel heel leuk om te doen, nog steeds. En van religie naar de GGZ, is daar een brug? Ja, ik vind van wel, eigenlijk op allerlei manieren. Ik bedoel, ik ben dus heel erg geïnteresseerd in hoe wij dat eigenlijk doen met elkaar, samenleven. Ja. En wat daarin helpt en wat daar soms in belemmert. En dat kan heel klein individueel, maar dat kan soms natuurlijk ook wel door de cultuur waarin je waarin je wieg staat en hoe dat op elkaar weer inwerkt. Dus dat hele maatschappelijke verhaal, daar zit natuurlijk een enorme raakvlak met de GGZ. En natuurlijk ook de vraag van hoe gaan wij ook als samenleving in het klein en in het groot om met alles wat afwijkt van wat standaard is, of waarvan wij denken dat de standaard zou moeten zijn. Dat zijn vragen waar ik ook in de theologie wel veel mee bezig ben geweest. En het andere is, en dat is een veel meer pastorale lijn zou je kunnen zeggen. Ik heb natuurlijk theologie gestudeerd, ik heb het ook afgemaakt. Ik heb het predikantsgedeelte ook gedaan. En een deel van die predikantsopleiding is een stage van 4 weken in het ziekenhuis. En dan ben je echt gewoon, 's ochtends op de afdeling en 's middags moet je reflecteren op wat je allemaal hebt gezien, gehoord en in jezelf hebt voelen omwoelen. En wat ik daar denk ik heel erg van heb geleerd is, omdat je daar natuurlijk eigenlijk niet als dokter komt op zo'n afdeling en iedereen daar wel ziek ligt te zijn. Hoe belangrijk het is voor patiënten om te worden genezen, maar hoe belangrijk het voor mensen is om te worden gezien. En die twee dingen zijn eigenlijk allebei nodig om goede zorg te leveren. En dat vond ik toen al, maar ik denk in de GGZ is dat nog misschien wel 10 keer waar. Dus dat is de kleinste. Dus je bedoelt eigenlijk dat
het gezien worden als mens, in het geloof natuurlijk heel erg belangrijk is. Ja, maar ook door andere mensen. Ja. Dus wie ben jij eigenlijk? Wie ben jij? Wat is jouw levensverhaal? Waar woon je? Waar kom je vandaan? Waar wil je naartoe? Met wie wil je je verbinden? Of juist helemaal niet? Wat hoop je van dit leven, zeg maar? Al dat soort vragen zijn natuurlijk vragen waar je ook in het bredere veld van de geestelijke gezondheidszorg eigenlijk aan raakt. Of waar je mee te maken krijgt en die ook van invloed zijn op het succes van een behandeling. Als het goed is wel. Ja. Als het goed is. Ja. Ja. GGZ Nederland, voor de mensen die dat niet weten, dat is eigenlijk de brancheorganisatie voor alles wat met psychiatrie in Nederland te maken heeft. Zeg ik het goed zo? Ik zal toch ietsje preciezer zeggen. Nou, het is een vereniging waar eigenlijk alle grote geïntegreerde instellingen voor geestelijke gezondheidszorg lid van zijn. En ook een aantal kleintjes met wat meer specifieke aandachtsgebieden, zoals bijvoorbeeld eetverslaving. En verslavingszorg, heb ik daarmee meteen ook gezegd, die hoort er ook bij. Ja. Maar het is dus een vereniging waar instellingen lid van worden. Ja. Dus het is niet een beroepsvereniging. Nee. Het is ook geen vereniging van werknemers. Het is echt een instellingsvereniging. Ja. Ja. Maar goed, jullie worden toch als GGZ Nederland vaak aangesproken op hoe het gaat met de GGZ in de breedste zin van het woord in Nederland. Dat is waar. Je zou kunnen zeggen, onze kracht is dat het een sterk merk is, blijkbaar. Hè? Alles kleurt in de richting van GGZ. Tegelijkertijd zijn wij natuurlijk wel, maar voor een specifiek stuk ook verantwoordelijk. Ja. Nou ja, soms is het handig om dat uit elkaar te rafelen, maar soms is het ook gewoon fijn om dan maar van die slagkracht van dat begrip gebruik te maken. Ja, snap ik. En wat is eigenlijk nou jouw taakomschrijving en voor jezelf jouw taakopvatting eigenlijk? De hele sector, de hele geestelijke gezondheidszorg, zit natuurlijk in een enorme fase van heel veel veranderingen. Ja. Voor een deel geïnspireerd door ideeën over wat de beste behandelresultaten oplevert. En voor een deel aangejaagd of aangewakkerd door hoe wij vinden dat we met onze zorgmiddelen om moeten gaan. En dan ook vooral geld. Die twee dingen die grijpen soms heel gunstig op elkaar in en soms heel ingewikkeld. En in ieder geval betekent verandering ook altijd dat het af en toe knarst en piept en kraakt. En dat je op een andere manier naar je eigen werk en je eigen sector moet gaan kijken. En misschien ook andere verbindingen, andere allianties moet aangaan. Kan je daar een concreet voorbeeld van geven? Wat ik bijvoorbeeld merk, en dan komen we op een onderwerp waar je vast ook wel over wil praten. Dat is de hele problematiek, zeg ik toch maar even, van de verwarde personen. Veel in het nieuws. Ja, dat is opeens, eigenlijk begin vorig jaar, denk ik, dook die term op als een soort etiket voor een groep mensen die natuurlijk eigenlijk helemaal geen groep zijn. In ieder geval niet zoals mensen die allemaal diabetes hebben een soort groep zijn. Nou ja, verwarde persoon is natuurlijk een heel heterogeen begrip en dat kunnen verslaafden zijn, psychotische patiënten. Nou ja, het kan van alles zijn, maar het kunnen ook mensen zijn die gescheiden zijn, die opeens op straat staan, die eigenlijk even geen onderdak hebben, die hun middelen zien slinken omdat hun huis onder water staat en die dat even heel erg. Maar zouden we het dan mogen definiëren als mensen die voor maatschappelijke onrust zorgen? Wat nou, voor manier dan ook? De manier waarop ze in beeld komen is altijd via een melding van overlast. Ja. Dat is natuurlijk het vervelende. Ja. Dus het is geen groep op zich. Ze komen eigenlijk binnen via vaak het politieregister. En het is een groep waar opeens ook via de woningcorporaties een soort van meldingsstroom binnenkomt. Het is een begrip waarvan je denkt, hey, opeens was het er. Ja. En opeens wordt er van alles aangehangen. En er is nu zelfs een aanjaagteam verwarde personen in het leven geroepen. En je kunt zeggen, dat is een beetje gek dat het zo gegaan is. Maar het is ook wel een kans, vind ik. Kan je dat uitleggen? Nou, wat ik wel vaak merk is dat de GGZ is natuurlijk een sector die niet alleen maar medisch is. Hè, maar die ook over heel veel andere domeinen gaat. En die ook zijn geld krijgt voor een deel van de zorgverzekeraars. Maar voor een deel ook van de gemeente, steeds meer. Ja. Voor een deel via justitie, omdat het natuurlijk ook een heel groot justitieel. De TBS-kant, ja. Dus al die stromen, die staan betrekkelijk los van elkaar. En wat ik vaak mis, is dat je wat meer in samenhang over ook de mensen die met GGZ in aanraking komen, met elkaar nadenkt. En door dat gekke etiket verwarde personen, is het opeens gelukt om al die partijen aan één tafel te krijgen. Omdat iedereen ziet, dit is te groot om in ons eentje op te lossen. Dit is niet alleen iets van veiligheid, dit is niet alleen iets van zorg. Dit is niet iets van politie of GGZ. Dit is ook van gemeente, dit is ook van mensen die met woning bezig zijn.
Dit is ook van de overheid, hè, de landelijke overheid. Dit is van justitie. Dus dat hele cluster zit bij elkaar. En dat vind ik bijzonder. En het leuke is ook ik hoop dat het ook lukt om iets van die samenhang erin te houden. Ook en als jullie dan plan ligt. Want dan zitten jullie aan die tafel met z'n allen, stel ik me dan even zo voor. Wat gebeurt daar dan? Nou, kijk, ik zit niet zelf aan die tafel. Nee. Een voorzitterraad van bestuur van een lidinstelling zit namens ons aan tafel. Dan krijg je natuurlijk. Wat ik heel goed begrijp als je van de buitenkant naar kijkt, is dat je denkt: jee, wat duurt het allemaal lang? Wat een bestuurlijk gehannes nou toch weer. Dat is iets wat ik heb moeten leren in de overgang van mijn vorige werk naar deze functie. Dat besturen vaak stroperig is, veel tijd kost, meer tijd dan je soms uit kan leggen. En dat het tegelijkertijd bijna de enige manier is om toch stappen te zetten. Als je maar wel volhoudt en de goede dingen blijft agenderen. Nou, hier zit een groep mensen bij elkaar die gewoon allemaal zien, dit is een groot probleem. Maar wat is precies het probleem? Waar lopen die mensen dan feitelijk in vast? Als we vinden dat ze eigenlijk niet alleen maar moeten worden geholpen op het moment dat ze al verward zijn, maar eigenlijk liever nog daarvoor, hè, laten we voorkomen dat die vijver zo groot wordt. Wat moeten we dan nu opnieuw eigenlijk gaan inregelen aan zorg, die misschien door de veranderingen waar we in te maken zijn, in geraakt zijn, ook wat geërodeerd zijn. Nou, dus al die vragen liggen opeens op tafel. Maar wel op een manier dat je denkt, het gaat uiteindelijk toch wel over een groep die misschien een soort voorhoede is in het op een nieuwe manier denken over oplossingen. En dat vind ik leuk. Maar de burger, die is vooral, wordt vooral bang of bang gemaakt, dat laat ik even in het midden, door het hele concept verwarde personen. En dan de moord op voormalig minister Els Borst wordt natuurlijk altijd weer van stal gehaald. Ja. Dat gevoel van urgentie, wat moet je daarmee? Ja, dat zit erin hoor. En wat ik echt goed vind, ik bedoel, in feite is dat aanjaagteam een half jaar bezig, nog niet eens. Zitten zomervakantie. Misschien is het wel iets om uit te leggen, want het aanjaagteam, ik vind het een heel nare term. Het is een heel nare term, maar al die termen zijn naar alle transitiecommissies en you name it, wat we allemaal hebben opgetuigd om die hele verandering een beetje te begeleiden. Je wint altijd met scrabbelen, denk ik. Dit is dan het aanjaagteam. Ja. De verwarring in de samenleving is er ook wel, want mensen zeggen, ja, maar we hebben toch ook al vakteams, maar dat is echt iets totaal anders. Dat is gewoon een vorm van zorgverlening. Het aanjaagteam is eigenlijk een commissie, zou je kunnen zeggen, onder voorzitterschap van Lisbeth Spies, burgemeester van Alphen aan de Rijn. En met vertegenwoordigers dus van al die partijen die ik net schetste. En die is echt ingesteld om te kijken hoe we niet alleen in beeld kunnen krijgen wat echt het probleem is, maar om echt ook te zorgen dat er een plan van aanpak komt, wat dan vervolgens natuurlijk allemaal lokaal weer moet worden uitgewerkt. Want je zult begrijpen dat in Aalten het probleem op een andere manier zich voordoet dan in Groningen of in Rotterdam. Dus je kan niet één model daarvoor bedenken. Maar een aantal dingen komt terug. Dus die urgentie is hoog. Die is echt hoog. En dat voelt ook iedereen. Okay. Wat bijvoorbeeld een heel belangrijk onderwerp is, het lijkt klein, is crisisopvang en vervoer. Dat is iets waar we met de politie ook al heel lang over praten. Hè, als je iemand op straat aantreft en je denkt dat hij voor overlast zorgt, dan is het heel erg lang gebruikelijk geweest dat de politie die in een politiebusje afvoerde. Wat eigenlijk extra verwarring met zich meebracht en angst en stress. En als iemand eigenlijk zorg nodig heeft, moet je hem geen straf geven. He? Dus op welk moment kun je die twee dingen uit elkaar halen? Nou, liefst zo snel mogelijk. Dus dat hele vraagstuk, dat is een van die dingen waarvan we zeggen, nou, dat moet nou eens een keer echt goed worden opgepakt. Daar zijn we ook al mee bezig met de politie, maar toch, daar moet een versnelling in komen. Ja, ja. Nou, dat is een heel klein voorbeeldje. Wat ook heel belangrijk is dat er natuurlijk voldoende woonruimte beschikbaar komt, waar mensen die niet meer behandeld kunnen worden, toch terecht kunnen, omdat ze anders chronische opvang Niet alleen begeleid wonen, maar ook zelfstandige woonruimte waar je met een ambulant behandelteam iemand toch een beetje in de gaten kunt houden. Ja, dat is echt een ingewikkelde klus. Nou ja, en dat kost natuurlijk ook geld, hè? En dan kom ik bij een ander geld, punt. Het kost allemaal anders kijken. Het vraagt een enorme bereidheid om allerlei angstige beelden die er over de GGZ bestaan, om die misschien maar even los te laten en veel praktischer te kijken. Dus dat is ook een heel belangrijk aspect, wat hier denk ik heel erg duidelijk in naar voren komt. Die beeldvorming over mensen die met de GGZ te maken hebben, is natuurlijk nog steeds niet heel positief. Nog heel veel gebeuren. Nog heel veel gebeuren. Gebeurt ook heel veel. Ik vind
echt dat er hele mooie dingen gebeuren in de afgelopen maanden. Nou, depressiegala was natuurlijk een heel zichtbaar voorbeeld van. Maar een jaar geleden hadden we een prachtige grote dag. Die allemaal bedoeld was om het stigma, zeg maar, wat er nog steeds onder hangt, aan de orde te stellen. Maar de samenleving weet te weinig om te kunnen inschatten wat er gevaarlijk is. En merkte vaak pas wat van op het moment dat het gevaarlijk is. Nou, dat is een hele ongelukkige combinatie. En dan heel even terug nog naar het aanpakken van dit probleem, wat je heel duidelijk schetst. Er zijn natuurlijk ook een aantal andere partijen bij betrokken die ik ook nog wel even op tafel wil hebben. En dat is de zorgverzekeraar en de overheid. Ja, die zitten ook trouwens in dat aanjaagteam. En het lijkt me voor jou ook wel een uitdaging om met die partijen rekening te houden. De machtsverhoudingen, de geldstromen. Hoe doe je dat? Nou, want jullie krijgen altijd te weinig geld. Ja, nou ja, kijk, het hele traject met zorgverzekeraars. Ik vind het heel erg goed dat ze ook in het aanjaagteam zitten. Waarom vind je dat goed? Omdat zij een belangrijke speler zijn. En omdat zij hierin ook weer net op een iets andere manier hun expertise, die ze natuurlijk ook hebben, en hun nadenken over hun eigen middelen of de middelen van de verzekerden, moet ik natuurlijk eigenlijk zeggen, hoe ze die in gaan zetten en wat dan strategisch ook goede plannen zijn. Dus ik ben blij dat ze aan diezelfde tafel zitten. Omdat ze geen partij op zich zijn. Ze zijn natuurlijk helemaal verweven met dat hele zorgveld. Ze hebben tegenwoordig wel heel veel macht. Ja, dat weet ik wel. Omdat ze heel veel geld hebben. En het geld van de verzekerden op zo'n manier natuurlijk willen beheren, dat uiteindelijk de verzekerden daar ook nog tevreden over zijn. En verzekerd en ziek, helaas, zijn twee hele verschillende dingen. Dat heb ik inmiddels ook wel geleerd. Dus ik heb niet de neiging om ze van alles vrij te pleiten. Maar ik wil ze wel heel graag zien als een belangrijke gesprekspartner die ook tamelijk veel weet en op een heel, heel precies niveau wat er eigenlijk allemaal speelt in Nederland als het gaat om zorgvragen. Ja. Dus die kennis, daar wil ik ook heel graag gebruik van maken. En de overheid, want je kan over prioriteiten stellen, hoe zie je dat? Ja, nou ja, de overheid is natuurlijk voor een deel betrokken in de GGZ, omdat minister Schippers gaat over het curatieve stuk. Hè, dus dat is het puur geneeskundige stuk zorgverzekeringswet. Martin van Rijn gaat over alles wat met langdurige zorg te maken heeft. En daar hebben zich natuurlijk heel veel veranderingen voor gedaan. Ja. Alle decentralisaties. Je bedoelt de zorg die naar de gemeente is. De overheveling van de landelijke overheid eigenlijk als echte behoeder van het systeem naar de gemeente, die natuurlijk toch een heel, die echt een hele actieve, belangrijke rol hebben gekregen. En wat toch allemaal heel erg zoeken is hoe ze die moeten invullen. Ja, want wat vind je daarvan eigenlijk? Nou ja, ik vind dat er prachtige voorbeelden zijn. En ik vind ook echt wel dat we op de inhoud stappen zetten. Maar wat ik gewoon zie is dat, en dat is de molensteen van de hele sector zo ongeveer, is dat we toch in een soort ingewikkelde administratieve, een oerwoud van administratie en verantwoording en onduidelijke afspraken over die verantwoording terecht zijn gekomen, die soms dreigt het plezier in het werk. En ook de patiëntenzorg. Hè, uiteindelijk gaat het dan natuurlijk om patiënten. Dus ik vind dat je uiteindelijk altijd moet kijken naar wie is de uiteindelijke afnemer. Dat maakt het soms ook voor de instellingen lastig. Want instellingen zijn eigenlijk geen factor meer. Hè. Die hebben niet zo'n heel, bestuurders op zich staan al niet zo in een enorm goed daglicht. Maar instellingen, daarmee kun je bijna nooit meer een plan verkopen. Dus het moet via de patiënt. Hoe bedoel je dat laatste? Nou, ik denk dat wij heel erg in Nederland in een beweging zitten van zorg om de patiënt heen georganiseerd. De patiënt is leidend. En als we dat echt serieus gaan nemen, dan betekent dat nog best heel veel meer veranderingen. Ja. Maar dat betekent in ieder geval dat als je zegt, maar ik heb te weinig budget, want ik kan mijn instelling niet draaiende houden, dat is geen argument om iets op te winnen. Dus je zult het via je zorg aan de individuele patiënten moeten doen. Nou, dat levert spanningen soms op. En kan je dat iets nog concretiseren met een voorbeeld? Met een voorbeeld. Ik neem bijvoorbeeld een GGZ-instelling met een gesloten setting en wat polyactiviteiten. Ja. Kijk, instellingen sluiten contracten met verzekeraars. Ja. Onder andere, vrijgevestigde ook, en huisartsen en heel veel andere partijen, maar ook instellingen. Maar dat is dan gebaseerd op een inschatting van de te verwachten, te leveren zorg aan individuele patiënten. Nou ja, dat gaat dan per verzekeraar soms om verschillende contracten, verschillende type contracten, wat natuurlijk ook voor
instellingen ingewikkeld is. Want je moet soms bijna de ene patiënt, omdat die bij de ene verzekeraar verzekerd is, net een andere behandeling geven dan een ander. En dat soort ongelijkheid willen we eigenlijk niet in Nederland. Maar goed, dat is wel een beetje het risico van het marktsysteem waar we in zitten. Ja. Dus dat betekent tegelijkertijd dat je dus over mevrouw X bijna een ander soort rapport moet aanleveren als het gaat om wat je hebt gedaan dan over meneer B. Mm-hmm. En dat is heel veel extra werk. Ja. Dus waar je vroeger met één zorgkantoor te maken had, bij wijze van spreken heb je nu met 9 verzekeraars en nog weet ik hoeveel gemeenten te maken. Dus, en die willen allemaal, hebben allemaal hun eigen ideeën over hoe je goede zorg levert. Willen allemaal hun eigen verantwoording. Dus dat woud, dat groeit maar. En door de bomen zie je dan soms het bos van de zorg niet meer. Dat is een beetje het gevoel. Nou ja, het doet me denken aan een patiënt waar wij een tijdje geleden enorm mee in de weer waren. Die moest overgeplaatst worden naar een speciale behandelsetting ergens in het land. En dat heeft enorm geduurd en geduurd en heel veel tijd en energie gekost. Omdat er gebeld moest worden met verzekeraars via de geneesheer-directeur. Het is zo administratief ingewikkeld geworden. Ja. Dat je denkt, van kun je niet gewoon helemaal opnieuw beginnen? Het zou wel leuk zijn, hè? Ja, ja, maar we, van de verschroeide aarde. Ik ben het met je eens. Ik vind dat ook. En het is een enorm belangrijk onderwerp op heel veel van onze vergaderingen. Hoe kunnen we dat nou echt terugdringen? Want het moet. Het is gekomen aan een grens waardoor het systeem ook vast gaat draaien. En daarmee krijgen de goede kanten van het systeem, want die ziet iedereen. En niemand zit eigenlijk te wachten op een verandering van het systeem. Maar die krijgen bijna geen kans meer, die goede kanten. Dus we moeten daar met elkaar echt stappen in gaan zetten. Nou, dat zijn we ook mee bezig, maar het gaat traag en moeizaam. Wat zijn jouw ideeën daarover? Kijk, de huisartsen hebben op zich een hele goede slag gemaakt van de zomer met het roer moet om in de huisartsenzorg. Ja, mooi initiatief. Ja, en wij zijn nu ook bezig met het roer moet om in de GGZ om gewoon te kijken hoe kun je nou heel concreet bijna per regel die we met elkaar hebben bedacht. En dat zijn soms regels van verzekeraars, soms van de inspectie voor de gezondheidszorg, soms van instellingen zelf, hè, want we doen onszelf natuurlijk ook best veel aan. Hoe kun je nou per regel kijken waar was die ook alweer om begonnen? Waar is hij goed voor? Is hij niet goed? Zullen we hem dan schrappen? Dus echt terug naar de basis. Gewoon heel concreet. Ja, ja. En dat klinkt als een bergwerk en dat is het ook. Maar ik denk dat dat wel de enige manier is. Want wat je krijgt als je het systeem verandert is nog veel meer ellende eigenlijk. Dus waar de patiënt uiteindelijk dan toch weer de dupe van wordt, ben ik zo bang. Het kost allemaal geld, het gaat allemaal naar adviseurs en het gaat niet naar de zorg. Ja, dat wil je niet. Hey, en wat ik me ook wel eens afvraag is, er zijn natuurlijk heel veel mensen die zich met de GGZ bemoeien en daar dan opeens ook wel verstand van lijken te hebben of echt hebben. Dat weet ik niet altijd helemaal precies. Vind jij dat wij als beroepsgroep psychiaters ook dingen hebben laten liggen? Dat we te afwachtend zijn geweest in deze... Oeh, dat vind ik moeilijk, want ik ben natuurlijk niet van de beroepsgroep van de psychiaters. Wat ik merk is, we hebben natuurlijk heel lang gewerkt onder de bestuurlijke akkoorden, hè? En dat was een set van afspraken, helemaal precies uitgedokterd wie wat moest meerdere doen. Meerjarenplannen eigenlijk, waar ook de psychiaters hun handtekening onder hebben gezet, maar ook de patiëntenorganisatie, de LPGGZ en GGZ Nederland en nog een paar partijen en de overheid en de verzekeraars. Nou, begin vorig jaar was er een beetje gedoe, zoals je misschien weet. En dat ging allemaal over de vrije artsenkeuze. Nou, dat leverde uiteindelijk tot een aanvaring met de minister. En die heeft toen dat hele akkoord eigenlijk een beetje on hold gezet. Officieel weet ik niet of het echt van tafel is, maar in ieder geval, het was niet meer relevant. We horen er niet zo relevant. Meer over. Het was niet meer zo relevant. Nee. En dat was even gek, want die hele werkelijkheid van de zorg is natuurlijk gewoon eentje waarin je verschrikkelijk met elkaar te maken hebt. En eigenlijk allemaal in hetzelfde spel en op hetzelfde speelveld aan het ronddarren bent. En opeens stonden wij aan de lijn. Ja, dus dat was heel raar. En tegelijk was er enorm de behoefte, en die werd steeds sterker, van kunnen wij als GGZ nou niet weer een beetje meer ons eigen verhaal gaan vertellen? Want waar ging het ons nou eigenlijk om? Wat was nou eigenlijk de bedoeling? Mm-hmm. En kunnen we niet op die bedoeling ook toch veel meer onze partners gaan organiseren en ze ook verleiden om eens met ons mee te denken in plaats van dat wij ons uitgeleverd voelen aan die partners? Ik zeg het nu een beetje zwart-wit, maar toch is dat denk ik wel het gevoel bij heel veel mensen als ik ook herkenbaar op werkbezoeken kom. Ja. Dus waar zit nou weer het plezier van de professional die eigenlijk toch de enige is die echt met die zorg in de praktijk bezig is? En hoe kun je dat plezier weer zichtbaar maken en hoe kun je de professional ook weerbaar maken tegen dat hele regelverhaal? Nou, dat leidt tot allerlei, vind ik, hele mooie initiatieven. En dat is dan een bandbreedte van aan de ene kant de nieuwe GGZ, bij wijze van spreken.
Wij, initiatief van Jim van Os. Ja, dat is natuurlijk ook zo'n poging om gewoon het verhaal weer zo te vertellen dat het aanspreekt, dat het iets zichtbaar maakt van waar het eigenlijk om gaat in de GGZ. Nou, dat is de ene kant. Er is ook, maar ik denk dat we ook zeg maar op een wat misschien iets traditioneler niveau toch met hele mooie nieuwe dingen bezig zijn. We hebben net voor de jaarwisseling ons agenda curatieve zorg, de kwaliteitsagenda aan de minister aangeboden. Waarin we met de NVVP en met alle andere veldpartijen hebben gezegd van dit is de agenda als het gaat om het geneeskundige stuk. Ja. En dat is onderzoek. Dat is dat we veel meer de patiënt de regie ook geven in welke informatie beschikbaar moet komen. Allemaal dat soort onderwerpen komen daarin voorbij. Heel goed initiatief, heel goed in samengewerkt en echt weer meer van onszelf, zeg maar. Wat we net ook wat min of meer in een soort stadium van bijna af is de kwaliteitsstatuut. Dat is een soort poging om toch min of meer uniform te beschrijven wat eigenlijk waar goede GGZ-zorg aan moet voldoen. En wat je in huis moet hebben om dat te kunnen leveren. Nou, dat vind ik ook wel een. Dat is toch een stap in de goede richting. En waarom vind ik dat nou goed? Mag ik daar nog één? Zeker. Ja, want ik las op Twitter gisteren of eergisteren een soort van bijna triomfantelijke quote van iemand die zei: ja, uit onderzoek blijkt toch maar dat de psychiater met een hart dat de beste psychiater is. En niet de psychiater die zich laat leiden door geld of verdiensten. Ja. Nou, ik neem onmiddellijk aan dat inderdaad de minst goede motivator is. Maar ik vind alleen een hart misschien ook niet helemaal de bedoeling. Ik zou zeggen een hart en kennis van zaken. Nou ja, dat is natuurlijk de emancipatie van een relatief jong specialisme. Dat hart is sowieso, dat lijkt me nogal vanzelfsprekend als ik eerlijk ben. Ja. Maar goed, kennis, kunde en dat lijkt me net zo belangrijk. Ja, maar ook dus een bereidheid om zeg maar in die zin controleerbaar te zijn. Ja. Ook voor je collega's. En we zijn natuurlijk bezig met het ontwikkelen van allerlei richtlijnen. Hè, om de zorg, waar langs de zorg dan aangeboden moet worden. En ik hoor toch ook wel zeker van zeg maar instellingen die bijvoorbeeld een keurmerk krijgen voor top GGZ. Van ja, heel vaak blijkt dan toch bij vorige omzwervingen van patiënten dat de richtlijn niet gevolgd is. En dan denk ik, ja, dat is nou jammer. Als je met elkaar iets afspreekt, laten we dat dan proberen te doen. Dus alleen maar een hart vind ik dan ook een beetje heel gemakkelijk. Ja, dat is altijd goed. Ja. Hey, en waar ik dan nog een beetje mee worstel is dat klinkt allemaal heel goed en heel mooi. En dat lijkt me ook absoluut het nastreven waard. Alleen als ik soms dan naar de werkvloer terugga, misschien ben ik ongeduldig. Maar ik zie dan nog zoveel dingen waarvan ik denk, dat kan zoveel beter. Er wordt wegbezuinigd en geïnvesteerd in hele ingewikkelde zorg. Waar denk jij dan bijvoorbeeld aan? Nou, ik denk dan aan het wegbezuinigen van bepaalde vormen van therapie. Of de psychotherapeutische mogelijkheden, waardoor de wachtlijsten enorm lang zijn. Ja. Die wachtlijstproblematiek vind ik ernstig. Natuurlijk een reportage van mevrouw Braam in Vrij Nederland over de kwaliteit van het voedsel en de lichamelijke zorg op de afdelingen. Uit het bestuurlijk akkoord een ander probleem vind ik de ambulantisering die dan wordt voorgesteld. Prima plan, maar het is nog niet geregeld en die mensen staan op straat. Dus dat zijn dingen waarvan ik denk, ja, moet ik dan maar geduld hebben? Of moet ik daarmee? Ambulantisering, zullen we het daar even over hebben? Want dat heeft natuurlijk ook weer met verwarde personenproblemen te maken. Op een gegeven moment, we hebben natuurlijk een soort kader gekregen aan middelen, geld, budget. En daar moeten we het van doen. Dat zal niet meer worden in de komende jaren. Ik denk dat we ons eerder moeten instellen op misschien nog wel weer wat minder op een gegeven moment. Maar goed. Tot nu toe is het nog steeds niet gekrompen. Alleen het is wel minder groei dan het heel lang was. En een van de voorwaarden, zeg maar, die gesteld werd toen in het bestuurlijk akkoord was, je moet bedden gaan afbouwen. En dat was niet alleen maar een idee vanuit geld gedreven, maar dat was vooral een idee van, ja, wij zitten hier met mensen die in instellingen heel lang verblijven. Ja, dat is dat ook een goede van het, terug in waarvan de buurt. Het maar heel erg de vraag is of dat ze ook een stap dichter bij hun herstel brengt. Ja. Dus dat moeten we eigenlijk niet willen. Zelfstandigheid, waar mogelijk, is toch voor heel veel mensen de beste manier om die weg naar het leven weer een beetje te vinden. Dat betekent dat we bedden sluiten, hè? Maar dat betekent ook dat je je zorg anders moet gaan aanbieden. En er is wel veel gesloten, maar er is misschien nog wel een achterstand op het anders aanbieden van die zorg. Aan wie ligt dat?
Dat is de vraag. Vind ik heel moeilijk om dat echt te beantwoorden nog. Natuurlijk ligt dat misschien soms aan dat de kost hier voor de baat uitgaat en dat dat een moeilijk verhaal is in de richting van verzekeraars. Mm-hmm. Dus dat die in het begin in ieder geval heel erg hebben gedrukt op sluiten. Ja. En te weinig hebben geïnvesteerd misschien in plannen om dan op een andere manier zorgen. Daar steek ik ook wel de hand in de boezem van mijn eigen beroepsgroep. Hebben we misschien te snel onze handtekening gezet onder dat akkoord? Ja, maar ik denk wel dat daar dat wel veranderd is. Dat na dat eerste jaar waarin die druk gigantisch was, dat er toch wel iets meer gesprek over ontstond op zijn minst. Want ik vind wezenlijk dat, zelfs al in die korte tijd dat ik er nu zit, 2,5 jaar, dat het gesprek met zorgverzekeraars wel veranderd is van toon. Wat niet wegneemt dat er nog een heleboel oude rommel is die we aan het opruimen zijn met jaarrekeningen en dat moet afgesloten worden en dat is een heel ingewikkeld proces. Lijkt me ook heel saai. Maar het is zo belangrijk. Ja. En tegelijkertijd is hoe langer het duurt, hoe lastiger het voor instellingen wordt om het hoofd boven water te houden. En dat kost natuurlijk echt veel zorg. Er vallen echt instellingen om. En dat vind ik dus heel jammer. Ja. En dus we hebben denk ik een enorme slag gemaakt in transparantie en controleerbaarheid en daarmee ook verzekerbaarheid. En ik vind het ook goed dat we dat doen, omdat ik denk dat als je kijkt naar de GGZ, wij natuurlijk heel vaak cliënten hebben die niet aan de enorm inbrengende kant van het zorgstelsel zitten. Dus als je het over solidariteit hebt, dan zitten wij aan de vraagkant. Dat betekent dat je dus iets anders moet doen om die vraag steeds maar om mensen niet daarvan weg te jagen, zeg maar, van die solidariteit. En dat vind ik een heel kostbaar goed, nog steeds. Maar het betekent wel dat je dus dat gesprek met de zorgverzekeraar over inderdaad de kwaliteit van de zorg heel erg moet hebben. En ik weet niet of je dan je hand in eigen boezem moet steken als beroepsgroep. Ik denk dat iedereen gewoon nu ziet waar dat ook kan eroderen. En waar het dus niet goed is als je niet heel erg investeert in het opbouwen van andere vormen van zorg. Nou ja, en dan kom ik eigenlijk ook een beetje richting de afronding van dit gesprek bij een punt wat ik minstens zo belangrijk vindt, de veranderende maatschappij. Dat is natuurlijk ook een factor van belang. Er zijn allerlei onderzoeken die in ieder geval suggereren en in sommige gevallen ook echt aantonen een toename is van psychiatrische problematiek. De WHO is daar ook erg bezorgd over. Jij bent opgegroeid in een maatschappij waar religie heel belangrijk was toen je jong was. Ja. En je zei daarover ook al van, het is een motivator, ook een rem als het nodig is. En er zijn vast nog wel meer parameters die genoemd kunnen worden. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, ik denk wel. Maar goed, dat is natuurlijk voor een deel is dat inderdaad een beetje bijna bespiegeling. Mooi om mee af te sluiten. Ja, zeker. Ik denk dat wij in een best ingewikkelde samenleving leven die van mensen heel veel vraagt. Waar ze zichzelf soms niet toe in staat achten of niet even zien hoe ze daaraan moeten voldoen. Of misschien ook niet kunnen. Aan de ene kant denk ik is het goed dat we zeggen, we sluiten juist aan bij wat mensen wel kunnen en niet kijken we alleen maar naar de ziekte, ook niet in de GGZ. Want dat verlamt ook. Mm-hmm. Maar soms, en ik was toevallig vorige week nog op werkbezoek, en dat was een hostel van het Leger des Heils. En daar sprak ik met onder andere een jonge vrouw die, je kon echt zien dat ze gewoon eigenlijk kapot was van binnen. Door 20 jaar prostitutie, verslaving. Eigenlijk natuurlijk gewoon nooit bezig geweest met wat zou ik nou willen in het leven. Gewoon alleen maar geleefd door anderen. Ja. Op allerlei manieren. Bij die vrouw nu meteen aankomen met eigen kracht is dan eigenlijk gewoon te veel gevraagd. Daar heb je gewoon plekken voor nodig waar mensen echt even kunnen uitrusten. En soms is dat in een jaar gedaan. En soms kost dat 2 jaar. Mm-hmm. En soms misschien wel 3 jaar. En dan denk ik, die flexibiliteit moeten we wel houden. Want dat verhaal van eigen kracht is prachtig. Maar dat is dan misschien een beetje ook mijn theologische achtergrond. Maar als we geen oog houden voor tekort. En echt menselijk tekort soms. En wat we dan soms moeten doen om dat even met elkaar op te vangen. Dan wordt het wel een heel hard verhaal, wat mensen ook over een rand kan duwen. Nou ja, en dan vraag ik me soms af, van, we vinden vrijheid, vinden we dan allemaal het hoogste goed.
En we zijn allemaal heel erg individueel geworden, of staan we in het leven als individuen. Maar ik vraag me soms af, maar dat is een vraag waar ik benieuwd ben naar jouw antwoord. Of het wegvallen van religie als beschermend en als veilig, en dan even niet als keurslijf, want die kans zal het ook natuurlijk wel hebben. Maar of we daarmee de zorg voor onze naasten ook niet een beetje uit het oog zijn verloren. Nou ja, waar ik denk dat. Kijk, wat godsdienst in ieder geval in Nederland natuurlijk heel lang had, was gemeenschappen waar die godsdienst beleden werd. En die gemeenschappen, als die er niet meer zijn, dan wordt het een beetje los zand. En dan is er dus ook heel weinig bedding meer om ook eens iemand uit je omgeving op te vangen. Of die hele sociale infrastructuur, die wordt natuurlijk wel wat kaler. Dus nog los van het hele idee van zingeving zelf. Ja, dat is gewoon meer de structurele. De maatschappelijke vertaling daarvan in gemeenschappen. Waar de notaris toch naast de zwerver kon zitten in de bankjes, bij wijze van spreken. Even heel mooi voorgesteld. Ja. Maar dat soort van gemixte gemeenschappen. Waar je toch een beetje voor elkaar zorgde. Ja, die zijn er veel minder. Nou ja, en dat is moeilijk om dat allemaal professioneel op te pakken. Ik wou zeggen dat naastenliefde, om dat ouderwetse begrip maar eventjes te noemen. En of dat nou vanuit religie komt of vanuit iets anders, dat doet er voor mij niet toe. Maar naastenliefde is volgens mij niet te vangen in richtlijnen en protocollen. Nee, maar daar weet je waarom wat ik dan zo mooi vind, en dat meen ik oprecht, is dat ik. En dat hoop ik ook dat er bij dat aanjaagteam en de mensen die daar in dat team zitten, die vertrouw ik dat wel toe. Dat er in het nadenken over wat moeten we nou doen om dit tij een beetje te keren, dat daar ook als het ware met mededogen en vanuit menselijkheid wordt gekeken. En niet alleen maar vanuit een soort mechanische operationaliseringsvraagstukken. Maar dat iets van ben ik mijn broeders hoeder? Ja, soms moet je dat zijn. Dat er ook wel in doorklinkt. Ja. Dat zou ik wel heel. En dat, ik heb dat gevoel wel. Ik praat veel met iemand als Pieter Jaap Albersberg, hoofdcommissaris van de politie in Amsterdam. En dat is iemand waarvan ik denk die kan verrassend goed uitleggen hoe hij als het ware vanuit humanitaire afwegingen zegt: ik wil op een gegeven moment geen psychiatrische patiënten meer in busjes vervoeren. Want dat is niet goed. Ja. Dus als humaniteit de basis is voor het gesprek, ga je toch anders kijken naar hoe je zorg en veiligheid organiseert. Nou, dat vind ik moeten we met elkaar vooral ook wel heel erg in de gaten houden. Gaat dat lukken zonder een religieuze context? Nou, zit dat dan nog in ons? Het zit natuurlijk in heel veel individuele mensen nog steeds wel. En ik denk dat een zekere gevoeligheid voor zo'n term als mededogen, die is er natuurlijk gewoon. En als je gewoon in de praktijk van het werk met de patiënten, cliënten spreekt, dan ben ik soms heel erg onder de indruk van hun vechtlust. Maar soms dan denk ik ook, dan word je echt met ontferming bewogen, zeg ik maar even zo, heel gek. Maar dan denk ik, we moeten het wel leefbaar houden, ook de zorg. En dat vanuit mededogen. Soms is dat heel moeilijk om dat precies te beschrijven hoe je dat dan voor je ziet. Maar ik denk dat iedereen aanvoelt als het ontbreekt. En dan moeten we elkaar ontzettend gaan waarschuwen. Goed, vind ik mooi om mee af te sluiten als je het goed vindt. Ja, is goed. Dank voor je komst. Graag gedaan. En heel veel succes. Dank je. Dank je. Ik wil uren over.